Is het Benoit die zoals gebruikelijk de Franse kampioen het tempo bepaalt? Hij krijgt Gentel B-kaart naast zich. En ook Kielich, Timo Kielich en Main. B-kaart gaat een paar keer in contact met de omheining. Houdt daar een bloedende neus aan over. En Main die krijgt zijn versnellingsapparaat niet meer in de klink. En is dan aan lopen toe en verliest zo alle kansen op winst. Het is Benoit die het tempo bepaalt. Die hardnekkig tekeer gaat in het slot van deze race. Kielich weert zich, komt zelfs vrij dicht in deze bocht. Nou, dan gebeurt dat. Dan gaat hij erbij liggen. Zonder die schuiver ben ik er zeker van dat hij Benoit nog te pakken gekregen had. Nu doet hij nog zijn best. Neemt hij nog risico's hier aan het eind. Dicht bij de aankomststraat. Maar Benoit verdient het wel eens te winnen. Omdat hij altijd en overal het uitzicht van een cross bepaalt. Maar net niet wint. Kielich is tweede. Pekaert is derde. Kamp is vierde. Ferdinande, de landgenoot, vijfde. En Kamps zesde.